it was a hard introduction, but at the same time, I learned so much, enjoyed a lot, and I was able to forge something out of that very large group of players, you know, without compromising on the values of the club or my personal value. So I've learned, and it's been good. I can feel something special is brewing. Ik wou vooral zien dat we met een heel, heel, heel jonge ploeg, misschien de jongste ploeg in Europa, heel snel progressie konden maken. En dat we dominant konden spelen. Dat we balbezit konden hebben, dat we controle van een wedstrijd konden behouden. En dat is op dit moment op heel korte tijd met een heel jonge ploeg eigenlijk al goed gelukt. Maar uiteraard gaan we nog op zoek naar impact. Avec un âge jeune, les joueurs vont faire des erreurs. C'est prévisible, c'est normal aussi. Ça fait partie de l'apprentissage et du développement. Et ce qui m'intéresse aussi dans l'aspect jeunesse, c'est qu'ils ont en principe peur de rien et envie de tout apprendre. Et avec le fait qu'on rajoute de l'expérience avec la venue maintenant de Kemar Roof, avec la venue de Samir Nasri, avec la venue de Michel Vlap, avec la venue d'autres joueurs encore, je me sens plus confiant envers l'avenir avec le fait que je peux travailler avec ces jeunes joueurs. En voor de rest ben ik nog steeds in een positie waar ik moet sleutelen aan de ploeg, aan de mensen die voor elke wedstrijd zeg maar het juiste profiel hebben. En het eerste wat wij altijd zeggen is dat elke seconde, elke minuut dat een speler hier op neerpeden werkt en in een voetbalmatch speelt, beoordeeld wordt. Wat ons doel is om Anderlecht gewoon succesvol te maken. En als je een bepaalde speelstijl, een bepaalde speelwijze wilt hanteren, als je in een bepaalde visie gelooft, dan moet je extreem zijn in hetgene dat je ervoor wilt doen. Ik heb daarbij ook nog geluk dat ik volledige rugdekking heb van het bestuur, die mij tot nu toe fenomenaal heeft ondersteund in alles wat wij uiteindelijk gezamenlijk willen ondernemen. En we moeten gewoon blijven verder werken en we zitten op het juiste pad. En de dag dat het niet gebeurt, zal ik de eerste zijn om het ook te zeggen. En tant que jeune joueur ou supporter, j'ai jamais connu ça, d'avoir un groupe de supporters aussi positif, avec une envie aussi grande de pas seulement voir l'équipe faire bien, mais aussi de voir l'équipe se relever, de voir les couleurs se redorer. Et avoir cet aspect de presque de revanche, de vouloir montrer que vous inquiétez pas, tout le monde a bien rigolé, tout le monde s'est bien amusé. Mais Anderlecht va revenir.